hier staan we dan op jouw gave locatie. Wat vind je ervan? Ben je al tevreden over de opkomst? Ja, leuk. Het is natuurlijk mooi dat je VNO, NCW en Young Management Achterhoek samen hier op de nieuwjaarsreceptie mag ontvangen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Leuk. Trotse gastheer. Trotse gastheer, mooi. Ja. Is het de eerste keer zo samen? In deze setting vanuit VNO, NCW en Young Management is dat elk jaar. Maar wel elk jaar op een andere locatie. Is het de eerste keer dat jullie hier zijn? Nee. Ik ben hier al een keer eerder geweest. Het was in oktober, toen was er een zakenmanifestatie. Ja. Business to business beurs. En dat was de eerste keer. Maar ik was verrast eigenlijk dat er zo'n mooi complex in het buitengebied zit. Ondernemend Achterhoek, daar zijn we weer. Van harte welkom op deze bijeenkomst op een prachtige locatie. Zeer geschikt voor de avond die we vanavond gaan beleven. En dat is namelijk onze nieuwjaarsbijeenkomst, onze nieuwjaarsinstuiven. En alhoewel de kalender al aangeeft dat het een paar weken geleden is dat we vuurwerk mochten afsteken en een glaas champagne mochten drinken, gaan we dat vanavond toch nog even dunnetjes overdoen. Over de samenwerking tussen VNO, NCW en Young Management. Vorig jaar is al een beetje toegelicht wat de plannen waren. Dat in ieder geval er een nauwere samenwerking tot stand moest komen. We hebben natuurlijk één belang met z'n allen, zowel als leden van VNO, NCW als leden van Young Management. En dat is dat de Achterhoek in ieder geval zo aantrekkelijk mogelijk een regio blijft om mee te ondernemen. En wij denken dat we dat belang wel kunnen dienen door in ieder geval de banden tussen VNO, NCW en Young Management aan te halen. En te zorgen dat die communicatie steeds beter wordt en versterkt wordt.